Nou, we bellen even met Martijn van Helvert, kandidaat Kamerlid voor de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen voor het CDA. En dialect immer hoog op de agenda, dus het is goed om te bellen. Martijn, mag ik je tutoyeren voor deze keer? Ja, zeker heel graag. Zo heet ik hè, Martijn. Ja, ja, ja. Precies. Wie wordt eigenlijk vroeger bij DG altijd met het platkallen? Worden pap en mam daar streng in? Nou, de pap wordt daar eigenlijk beter en het wordt echt een Limburgs kaller. De man van mij, dat wordt vroeger de dochter van de burgemeester. Dus die kalde een beetje Hollands toe. Dus dat vond je ze dingetje chiquer. Ja. Maar de pap, dat wordt, die heeft het Limburgs ons wel geleerd. En zeker wie op een gegeven moment zelf natuurlijk ook ging voetballen. En later op die carnavalsclub. Ja, dan leert ze vanzelf natuurlijk het Limburgs spreken. Ja. En dat is vooral eigenlijk zeker wie prins wordt. Ja, toen zei de Rood van Elf, Loester en Martijn, twee dingen. De voorzitter, dat wordt een onk van mij, oma Ad. En ik zei maar netjes, oma Ad natuurlijk. Dus ze zei, vanaf nu is het Ad en het is Limburgs kallen. Ik zeg, Loester, dan doen we het zo, dat Limburgs kallen doen niet direct. Maar ik wief wel netjes oma Ad zeggen. En van dat moment kan ik allemaal Limburgs. Ja. Wie is dat dan in Den Haag eigenlijk? Daar zitten natuurlijk meer Limburgers. Is dat dan verhuren immer maar van de wandelgangen en de achterkamertjes? Hoe geeft het toe op het plat? Met die Limburgers tegenkomst? Ja, ik zeg eigenlijk immer die Limburgers, dat zijn just Marokkanen. Als die elkaar ergens op een andere plek tegenkomen, dan beginnen die gelijk de eigen taal te kallen. Ja. Dus zo zijn ze natuurlijk ook. Als ik Dion de Graus of Lilian Ploemen of Rens Raamakers of nou, noem maar op, dan beginnen we fijn op zijn Limburg. Of Mustafa Amous, dan beginnen we gelijk Limburgs te kallen. Tot grote irritatie natuurlijk van de rest. Ja, maar wat zant die dan? Vinden ze dat asociaal of wie moet je dat eigenlijk zien? Nee, vergeet dat een beetje met een kinderboog. Ja. Dat is zo zwart-wit is het niet. Maar ze zeggen wel, ochtend beginnen ze weer. Hè, dan zeggen ze op zijn huiland, oh, daar gaan ze weer Limburgs praten, weet je wel. Dus, maar ook, dus ze vinden het eigenlijk ook wel weer grappig. Ja. Ik bedoel, maar ja, goed, als ze een Fries geurs, wil ze ook niet echt vrolijk van, zal ik maar zeggen. Hè. Of als ze echt even op de Achterhoek geurs, dat is helemaal verschrikkelijk. En eigenlijk, als ze een uit, ja, wie zag ze Amsterdam of Rotterdam heurs, ja, dat is helemaal natuurlijk afschuwelijk. Ja, die Luzo is eigenlijk gewoon om te helpen. Maar ja, dus eigenlijk is het Limburgs nog het allersoort. Ja, werkt ook voor dich, Martijn. Je bent natuurlijk toch met strategieën ook bezig. En het is immer belangrijker nog tegenwoordig om dich te profileren. Is het onderdeel van het merk van Helvert, zal ik maar zeggen? Ja, niet bewust, maar dat is het wel geboren. Kijk. Ik ken allerlei cursussen doen om de Limburgse tongval weg te werken. Hè. En maar wisten op het moment, omdat politiek dat doe ik toch echt met mijn hart. Dat is natuurlijk met die verstand, maar ook met die hart. En op het moment dat ze enorm denken is en er is gans rationeel bezig, kan ze best wel een stumken opzetten. Maar op het moment dat ze ook ze is emotioneel stond ik achter en het wil ik en het vind ik belangrijk. Ja, dan komt vanzelf die tongval toch weer terug. Dus dan denk ik, ja, maar wat ben ik dan nu eigenlijk aan het doen? Dus kijk, ik moet natuurlijk goed fatsoenlijk Nederlands kallen. Maar ik heb er geen behoefte aan om de tongval weg te laten. En op het moment dat we waar Limburgs kunnen kallen, kallen we waar Limburgs. Ja, er werd natuurlijk ook langzaam wel het anders aangekeken, denk ik, tegen de provincie. Hè? En of dat nu Limburg is of Friesland of zo. Dat beeld van hoe het Den Haag, zo wie we dat kennen, is wel het anders geworden. Handig de indruk. Dat is wel aan het veranderen, maar het is toch ook nog wel best wel pittiger. Want er moest nooit ook om. De meeste ambtenaren, de meeste Kamerleden, de meeste ministers, die wonen natuurlijk in de Randstad. Ja. En die komen ook nauwelijks uit die Randstad. Ja, een keer als ze op vakantie gaan, of dat ze pakken zich de tram een keer naar het Groene Hart. En dan meen ze net ze boete de Randstad zien. Dus de wereld van de lui boete de Randstad is echt stukken groter dan de lui van de Randstad zelf. Kijk, veers in het heel normaal. Om voor zaken naar Den Haag te gaan en weer terug te komen. Als ze een minister naar Limburg wil holen, dan zeggen ze, poeh, dat is wel wiet. Ja, potverdimme, dat doen ik iedere dag, snap ze? Dus, ja. Dus het is nog wel lastig. En kijk, de burgemeester van Den Haag, die zit natuurlijk veel dichter bij de Tweede Kamer om zijn project toe te lichten, als de gedeputeerde van de provincie Limburg. Dus er moet soms wel een stapje extra zitten om te laten zien dat hier ook goede dingen gebeuren. En het gevoel is immer dat ze in een soort kalimeer houding scheten, dat doen we dus nooit, want door voldoen we te veel zo'n dingen in de provincie. Maar ik zeg wel, als we met hetzelfde enthousiasme investeren in de provincie Limburg, als dat we dat doen in de Randstad, dan maken we van Nederland eigenlijk een stuk groter. En dat moeten we wel blijven zeggen door. Ja, dus de mos waken voor dat ze inderdaad net in die underdog-positie blijven zitten.
Ja, en dat ze gewoon niet, ja, kijk, het is gewoon heel snel uitgegeven in de Randstad. Hè. En dat is geen, het is niet eens kwade wil. Het is meer van, ja, dat ligt dan voor de hand. Kijk, in het vorige kabinet hebben we gehad, 80% van de infrastructuurmiddelen werden uitgegeven in de Randstad. 20% van die middelen werd uitgegeven in de rest van de provincie. Als het over cultuurgelden gaat, is het nog veel erger. Dan gaat 97% naar de Randstad en 4% naar de rest van alle provincies. Ja, gewoon, en ik kan wel zeggen, de meeste lui wonen in de Randstad. Ja, dat klopt. 52% van de lui wonen in de Randstad, maar 48% niet. Nee. Ja, dus, en het hoeft ook niet om een goudweegschaaltje. Ik bedoel, wat er ook een beetje Limburgs houdt, naar de kerk in het midden houdt, zeg je van dan. Dus we hoeven ook niet precies op de milligram af te wegen dat alles door en door naartoe gaat. Want we hebben ook gehad aan de haven van Rotterdam en bijvoorbeeld Schiphol moeten er in de lok houden. Dat snap ik ook allemaal. Maar 80%, 20 of 94% vind ik wel erg goed lood. Ja. Een beetje in het verlengde daarvan, had ze zich ook druk gemaakt over nou, steun uit Limburgs. Hè? Dat is eigenlijk onder meer dien initiatief om ja. De Limburgse taal of die verzameling dialecten of wie ze het ook wil nemen, ja. om die op de kaart te zetten. Even ja. Kort Martijn, wie werkt dat? Nou kijk, bijvoorbeeld voor de Friese taal, dat is een echte taal, een Nederlandse taal is dat. Hè? Dus die mogen zelfs ook Fries spreken in het parlement als ze dat zo willen. Ja. Dat is echt erkend. En dan zeggen jullie ook, ja, Limburg is heel anders, want ieder dorp, ik bedoel, ik woon in Zittert en in Roosterup zal een dunne S, een flesbeer, en niet in Zittert is een flesbeer. Ja. Snap je? Dus het is al, dat geeft per dorp anders. Maar het geeft om het gebruik ervan, dat is wel echt Limburgse cultuur. En dat zoeken ze eigenlijk een vieze wel, bijvoorbeeld in de Karn of het LVK, is een heel goed voorbeeld van het in stand houden van de Limburgse taal. Maar de Zoes eigenlijk ook. Limburgse taal is niet alleen carnaval natuurlijk. Hè. Dat is, de carnaval is wel heel schoon. Ik ben oud prins, dus leef vastelovend, dus virus maak ik niet druk. Maar Limburgse taal is meer dan alleen vastelovend. Dus de Zoes kunnen zich worden het onderwijs in de cultuur, in de muziek, in het toneel, in de literatuur. Kunnen van die Limburgse taal ook wel een plek geven, omdat het echt een stuk cultuur is wat ze niet verloren mogen laten gaan. Nee. Maar wie ziet ze dat dan vuurig als ze bijvoorbeeld het toneelstuk in de plat maakt extra subsidie of zo? Geef dat dan zo? Ja, bijvoorbeeld, kijk, want er werd ook subsidie gegeven aan bijvoorbeeld toneelstukken die bepaalde minderheden helpen om uit de schulp te kruipen. Dus ze zoeken ook om voor het behoud van die Limburgse cultuur, kunnen ze ook zeker nou een toneelstuk of een leertje of een boek dat echt geschreven wordt in die Limburgse taal, dat zou ze extra steunen. Of bijvoorbeeld bijvoorbeeld een rondleiding door de Münsterkerk. Want de Münsterkerk in Remunje bestond. Wat is dat? Wat wordt die? 700 jaar? Zeg het goed? 800 jaar? Ja. Nu beledig ik 900 jaar. Ik weet niet hoe beledig ik Remunje nog. Maar die bestonden zoveel 100 jaar. En er is een beugtje gemaakt voor leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in het Limburgs. Dus, en dat is eigenlijk, ja, kijk, dat zou ze eigenlijk meer kunnen stimuleren. Dat is die Limburgse cultuur van die Münsterkerk ook in de Limburgse taal neerlegt. Of in de Remunse taal, zou ze eigenlijk dan op dat moment moeten zeggen. En dat soort projecten zou ze eigenlijk wel kunnen stimuleren door misschien een stichting, door een bepaald bedrag voor te geven die dat verdeelt naar goede projecten. Bijvoorbeeld, maar dat is maar een voorbeeld. Het geeft me niet op de manier wie als ze maar zorgen dat ze dat ondersteunen. Maar wie zet ze er dan voor de gevoel in, Martijn? Want als natuurlijk een deel van de lui zet, ja, als de lui willen dat Limburgs gesproken werd, dan is dat zo. En dan had ze deel die ze aan, nou, een beetje dwang erachter, dat zou ook wel helpen. Wie biedt geest toe daarin? Is het zachte dwang of wil ze gewoon aaien? Waar steekt ze ergens? Nee, ik denk dat ze het dwang, daar ben ik dan niet zo van, moet ik eerlijk zeggen, op dit punt. Maar wat ik wel, er moest wel het kunnen aanbieden. Hè. Er moest eigenlijk kunnen zeggen, kijk eens wat visioen dat ze kunnen hebben als ze dit doen. En als ze het dus, zou ik maar zeggen, aanbieden, zo wie een vogel in de winter, als ze op die hang wat korreltjes gaan, niks. Dat ze kunnen zeggen, pik er maar van, snap ze? En het is ook een beetje winter, omdat via social media en via een heleboel kanalen, de Engelse taal, de Nederlandse taal, de overhand kregen, kregen we een beetje een Limburgse taal winter. Ja. Nou, en in die winter zou ze eigenlijk kunnen zeggen, leg nou eens wat graankorrels op die hand, die vermakkelijk kunnen pikken, zodat ze er mooie dingen kunnen ontplooien. En dan wisten ze niet in dwang. Kijk, we moeten ook eerlijk zijn, als de lui in Limburg zeggen, jongens, dit interesseert ons allemaal niks, we gaan fijn allemaal rollen schallen.
Ja, als ze het zelf niet willen, ja, dan houdt het natuurlijk op. Maar ik ben ervan overtuigd dat heel veel lui het willen, maar dat door de drukte van de Engelse en de Nederlandse taal het soms geen in de verdrukking komt. En daarom moet voor soms wat je dan doen, denk ik. Ja, taal als pilaar van de identiteit, dat is het eigenlijk een beetje. Wie weet beste door met Martijn en wie weet gisteren er nog met komen? Want ja, we zijn er trots op, we vingen het prachtig. En we donderen ons best of maar Fries, de status had het natuurlijk nog net. Nee, en goed, ik hoef ook geen kopie van Fries te weren, want uiteindelijk is de Limburgse taal natuurlijk ook anders dan de Friese taal. Friese taal is toch wel één vaststaande taal in Friesland, en dat is het Limburgs natuurlijk niet. Dus dat hoef ik boven niet hetzelfde te zien. Maar wat we dus wel doen is, daarom ben ik ook die petitie samen met, dus dat is een initiatief van alle Limburgse Kamerleden, hè? Dus, van, ik heb toen wel gezegd, jongens, zo gaan we dit doen, maar ze wonen het er allemaal mee in. Dus ook Lilianne Ploemen en Rens Samakers en Geert Wilders en Seldschuk Özturk en we vergeten Dion Graus en ik weet niet wie allemaal vergeten, noem maar alle Limburgse Kamerleden, wordt er met eens. Laten we nu dat neerleggen dat het kabinet hier wel in moet investeren en ook het volgende kabinet, want we zijn hier nu binnenkort, dus we zullen het ook van het volgende moeten hebben. Dus dan ben ik ook die petitie gestart, steun het Limburgs.nl, dat er eigenlijk een hele grote groep Limburgs hebben die zegt, dit vind je weer echt heel belangrijk, dit is een stukje van ons en helpen we erbij. Ja, en dan moest ze gewoon even online gaan tekenen. Dat is vrij eenvoudig en wint dat veel gebeurt, dan had je natuurlijk een voest te maken. Zo werkt dat. Ja, kijk, als straks 150 Limburgers zeggen dat ze het belangrijk vinden, dan zegt de minister 150 Limburgers, potverdomme, van hem hebben ze het familie rondgebeld, snap je? Dus ja. Het is wel de bedoeling dat we een beetje body ervan hebben en dat we dus samen met al die Limburgse Kamerleden, dus het is niet zo gaat van één politieke partij, hè? Het is gewoon echt eigenlijk politiek breed, dat we kunnen zeggen, beste kabinetsleden, weer in Limburg vind je dit gewoon belangrijk. Ja, nu hoor ik even op die site en toen zag ik ook dat ze door die favoriete woorden in het plant moest hingen loten. Wat is dat van dich eigenlijk? Ja, ik vind altijd, wat ik eigenlijk een hele schone vind, is shuttlesplak. Dat vind ik echt een hele chique, want dan zeggen ze, ik vind het ook wel leuk, want ik vind ook wel leuk als dan weer net een woord is, wordt ze van in Holland van zeggen, ja, maar wat is dat dan nu? Maar dat kind ook zien, zoals het woord voor stroop, dat kind ook zien, of dat soort dingen, weet ze wel. Dat vind ik wel chique, was het echt, was het eigenlijk niet, de vertaling niet geliekens, voor een Hollander het moeilijk is om het geliek te verstaan. Die zijn even ons opzoeken. Ja, dat vind ik wel leuk. Martijn, dankjewel voor blijven het volgen UG-initiatief door. En ik hoop ook, mocht het in Noorderverkiezingen een ganse anders samenstelling krijgen, die Limburgse kleur door, dat die dan vol goede moed met Wiergrond. Ja, en ik zou dus zeker zeggen, los van een politieke kleur, stem wel op iemand die de Limburgse taal ogen in die kamer hoog kunt houden. Doog dat wel. Martijn van Helver, dankjewel. Hey, goed hè. Hoi.